Waarde huisgenoot, graag wil ik, Remco, omdat ik in het zesde en laatste jaartje zit, een nieuwjaarsbriefje met iets meer pit. Ik weet het, ik ben niet altijd even makkelijk en gedraag me af en toe als al eens zoals een puber, maar geloof me, lieve ouders, deze periode wordt echt niet zo luguber. Want er zullen meer momenten komen dat ik je trots zal maken. Misschien word ik wel dokter, uitvinder, leerkracht of een krak in huis inbraken. Nee, de laatste was een grapje. Maar binnenkort ga ik al naar het eerste middelbaar en binnen 6 jaar loop ik hier rond met een rijbewijsmapje. Binnen 9 à 10 jaar loop ik misschien wel met een diploma op zak. En koop ik met mijn grote liefde een stukje landoppervlak. Maar laten we nog niet voorop lopen op de feiten. Laten we eerst nog wat genieten van de aankomende identiteiten. Die ik zal aannemen om mijn weg te vinden in deze grote wereld. Steeds met een smartphone in mijn hand en voor mijn computer te gezeteld. 2013 is afgelopen en nu in 2014 hopen op een goed jaartje. Dus lieve ouders, ik ben het zeker. Met een zoon als ik, dat is het toch wel boffen. Zo dadelijk geef ik jullie 3 dikke kussen, want ik heb het echt met jullie getroffen. Vanilla Sjoef, Remco.